Nu doen we het erin. Dit is Science Explorer. En we gaan het nu openmaken. We gaan kristallen maken. En er zitten handschoentjes bij. Want anders worden je handen heel erg vies. En er zit een stokje bij. Waarmee je het water wat we gaan maken kan roeren. En hieruit groeit het kristal. En hieruit groeit de kleur. En de kleuren die er zijn groen, blauw, geel en rood. En wij hebben geel en rood. En hier groeit het kristal uit. Heet water in. Er moet 60 milliliter water in. En nu doen we het erin. En als het erin zit, moet je meteen gaan roeren. En het duurt 7 dagen tot het klaar is en je moet het eerst 3 uur laten rusten. En dan kan je deze eilandjes erin doen. Met eilandjes bedoelt hij deze blokjes. Nu moeten we 2-3 uur wachten. En dan kunnen we de tabletjes erin doen. We gaan nu het tabletje erin doen. En je moet zorgen dat de platte kant erin zit. En je moet hem heel voorzichtig in laten vallen. En dit wordt dus uiteindelijk het kristalletje. Daarvoor zijn dus die handschoentjes. Nee, het is... Nou, dit is het resultaat van de... 5, 4, 3, 2... 1. Kristallen geworden. Ze zijn best mooi geworden. Alleen ze lijken een beetje op een paddenstoel. Alleen ik vind ze wel mooi geworden. Ik ook. Dam, dam, ah. Ja, het voelt... Wow! Het voelt prikkerig. Alleen bij mij zit er een gat in. Ja, bij mij zit er ook heel veel gat in. En er zitten een paar van dit soort kristalletjes zitten er wel op. We vonden het echt heel erg leuk om te maken. En het is ook een heel mooi resultaat geworden. Ik vond het wel een beetje lang wachten, maar dat maakt niet uit. Ik vond het gewoon leuk om te maken. En ik vind het ook mooi geworden. Wow, wee.